Vooraf wil ik even met je delen dat deze experience gaat over twee dingen. Aan de ene kant gaan we het hebben over de free flow. Hè, dus hoe je op je gemak kan zitten voor de camera en vanuit je free flow ja, kan delen wat er gedeeld mag worden. Hè, dus dat je op je gemak bent, dat niks moet en alles mag. Zodat we gewoon kunnen zien dat, dat video's opnemen. Valt wel mee en we hebben alles al om dit te kunnen doen. Dus dat is de ene kant, de free flow techniek. Om je video's uh, zo goed mogelijk ook uit te laten zien en ook zodat jij zoveel mogelijk rust hebt in verband met de techniek, wanneer je dus gaat zitten en vanuit je free flow gaat praten, heb ik een reeks video's opgenomen over de techniek, zoals belichting, geluid, het kader. Nou ja, daar komt van alles voorbij. Want bij elke dag. Krijg jij dus tips en inzichten, uh, en krijg je een opdracht? En je kan je eigen inzichten daarbij noteren. En ook natuurlijk voor achteraf, hè, dat je terug kan kijken en uh, dat kan gebruiken voor het maken van je video's. Free flow. En geloof me, daar is een flow <laughs> binnen, wat gewoon zich wil en kan uiten. Als wij gewoon durven even onze handen daarvan af te houden. Even van de oordelen weg te gaan en gewoon te gaan flowen wat er, wat er komt. Nou, en echt de meest prachtig, prachtige teksten komen eruit. En dan op een moment ontstaat er een rust en kan ik gewoon schrijven wat er omhoog komt. En dit komt echt, wat mij betreft, een hele andere plek. Een hele andere boodschap komt er ineens uit. Dus ik dacht ineens, wauw, hoe mooi zou het zijn als we dit kunnen omzetten in video. In het begin zou je misschien wel allemaal gedachten krijgen: van Oh, zit mijn haar wel goed? Goh, het is wel heel ongemakkelijk zo voor die camera. Ja, normaal weet je, zit ik met iemand te praten, maar nu is er niemand. Dus ja, dat voelt gewoon raar. Ja, en, oef, ik hoor nu al mijn eigen stem. Ik word er zo bewust van alles dat ja. Het gewoon echt, echt even wennen. Dan komen we er eigenlijk achter dat we niet doodgaan. Er is helemaal niks mis mee gewoon, in alle rust. Voor de camera zitten. En dan is het zo interessant om te zien wat er dan wel komt. Wat je dan wel wil zeggen. En ik zou gewoon laten vloeien wat er komt. Het kan over alles zijn. Hoe je, je misschien op dit moment voelt. Wat je graag zou willen bereiken met deze Free Flow Video Experience. Probeer het gewoon uit. Ga gewoon zitten. En ga gewoon vanuit die free flow praten. Weet je, ik, maakt, ik maak al jaren video's. En inmiddels heb ik daar helemaal geen probleem mee om voor die camera te gaan zitten en gewoon te praten. Het was niet altijd zo. Ik ben begonnen als cameravrouw, dus veilig achter de camera. Maar gewoon door video's te maken, deze terug te kijken, aan mezelf wennen, aan mijn stem wennen. Op een moment kan ik gewoon naar mezelf kijken in die video's van Goh, kijk, daar gaat ze weer dat poppetje lijken. Dan zit ze weer met een glimlach op haar gezicht. En op het moment dat je op dat punt komt, dat je gewoon naar jezelf kan zitten kijken en horen. En dus ook gewoon rustig voor die camera kan zitten. En te laten flowen wat er komt, Nou, dit is echt goud waard. Het is misschien de grootste uitdaging. Maar ook met de grootste winsten. Nou, de belangrijkste om mee te beginnen is natuurlijk de camera. De camera waar we mee op gaan nemen. En dat is in dit geval je mobiele telefoon. En wat ik in deze video met jou wil delen zijn een paar tips hoe je dat het beste kan doen. Dus ik zit hier met mijn mobiele telefoon. Die loopt ook de hele tijd mee. Daar wil ik even eerst een paar tips met je delen. En in je app camera scroll je dus weg van de foto, maar naar video. En hier gaan we dus video's mee opnemen. Nu is het wel zo dat je wil zorgen dat er genoeg ruimte in je telefoon is om überhaupt die video's op te kunnen nemen. Dat betekent het wissen van foto's die je niet echt nodig hebt. En ook het allerbelangrijkste: het wissen van eventuele video's die je in je telefoon hebt staan. Je klikt op de video en je klikt op verwijder. Nu is het zo dat als je dingen verwijdert op je mobiel, dan komen ze eerst in een map te staan die heet verwijderde items. Dus ze zijn nog niet weg. Deze map en die kan je vinden onder albums. Daar is een map die heet verwijderde items. Die moet je openmaken en ook even leegmaken. Dan pas komt daar echt ruimte vrij. Nu is het dus belangrijk dat je wel de telefoon in de goede houding houdt. Normaal telefoneren we natuurlijk zo, hè? dus we hebben dan ook de neiging als we gaan opnemen om zo op te gaan nemen. Nou, op zich helemaal niks mis mee, het ziet er wel prachtig uit. Alleen voor de meeste post, bijvoorbeeld voor uh, LinkedIn, maar vooral voor YouTube en ook voor Facebook, Instagram enzovoort, kan je eigenlijk het beste de telefoon horizontaal houden. Wat we dan ook automatisch zien in deze, als we hem zo houden, in horizontale stand houden, is dat we meer zien van de achtergrond. He, dus je kan meer uh, een, een gevoel geven van wie jij bent en, en wat jij doet. Dat komt beter over in deze stand dan in deze stand. Zie je, hier zien we eigenlijk alleen maar mij. Dat is natuurlijk ook prachtig, want het draait dan om jou. Maar het is ook wel handig dat je kan laten zien in welke omgeving je zit. Iets meer van. Jouw woonomgeving of waar je. Kijk, als die vast staat, als ik hem niet in mijn hand zit vast te houden de hele tijd, want we kunnen wel denken dat we hem heel vasthouden. Uh, maar goed, op een statief is dat echt beter. Je hebt je handen vrij, je kan, eh, je kan met je handen ook, uh, ook bewegen. En wat je dan ook wil hebben is zo'n knijper. Dat is dus iets wat je op je statief vastzet, die eigenlijk de telefoon vasthoudt. Daar kan je namelijk je telefoon in knijpen, zodat hij ze zelf lekker daarin vast kan houden. De meeste mensen die hebben eigenlijk de neiging, als ze video's op gaan nemen, om te denken: Oh, ik moet in het midden van de kade zitten. Ik ga het heel even laten zien hier op mijn mobiel. Die gaan vervolgens zo zitten. En dan meestal ook zo, echt met hun gezicht in het midden van het scherm. Dat wil je gewoon niet doen, je wil ervoor zorgen. Dat ten eerste die camera op ooghoogte is. Dus ik laat je even zien hoe het eruit ziet als je dat niet doet. Hè? Als die camera een beetje van onder is, dat ge dat gebeurt heel vaak bijvoorbeeld met een laptop als je filmt met je webcam, dan krijg je dus dit soort shot. Zie je dus? Dan zien we alles wat we eigenlijk liever niet willen zien. Als je aan de andere kant van boven filmt, dat is dit. Dit ziet er wel echt heel goed uit, voornamelijk voor je. Selfies ziet dit er helemaal geweldig uit, meestal. Alleen voor je, zeg maar, je expertpositie, om het even zo te noemen, uh, is dit niet heel handig. Want we kijken eigenlijk als kijker op je neer. Dus wat je wilt doen is zorgen dat die camera altijd mooi op ooghoogte is.